Deze nieuwsuitzending. die is omdat er een nieuwsuitzending van mij. door mij is verwijderd. Net, serieus. Ik kan er ook niet, ik, ik zelf kan er niet eens meer bij, denk ik. Even controleren. Nee, hij is echt weg. Dat is wel goed. Het gaat om nieuwsuitzending 392. En die heette Nelson Mandela song dood de blanke en dan dood met DT. Dat heeft Nelson Mandela gezongen. Ik vind dat je dat soort dingen niet hoort te zingen. En de reden dat ik die nieuwsuitzending heb verwijderd, is dat ik net ben gebeld door een kennis van mij. Een jongen waarmee ik heel veel muziek heb gemaakt. En die belde mij op uh, zomaar uit het niets. En, ik, hey. en die bleek te luisteren naar mijn beschouwingen. En die zei van nou, ah, ik vind het meestal wel leuk. Maar er is er eentje en dat kan je niet maken. En dat was deze. Hij zei dat uh, daar heb jij. Nou, daar kan je merken dat je aan de drank zat. Dat zei hij letterlijk. Hè? Je was net terug uit de kroeg of zo, zei hij. En dat zou goed kunnen kloppen. Het was er een uit april 2018 en toen dronk ik nog. En duchtig, zoals de Limburgers zouden zeggen. Maar dan nog. Kijk, ik had alle reden om die uitzending te maken. Nelson Mandela is een heel vreemd figuur. En wanneer je een blanke bent, zoals ik, dan moet je je op je tenen getrapt voelen door Nelson Mandela. Ja, niet meer natuurlijk, want hij is overleden. Maar door de historische figuur. En er is dan zo'n popliedje, was toen een hit, zeg je. Een free Nelson Mandela. Een free Nelson Mandela. Alsof het leuk is. Nelson Mandela zat gevangen omdat hij terroristische aanslagen had gepleegd. En zo iemand laat je dan vrij. En dat vind je dan leuk. Ook is het overduidelijk dat Nelson Mandela een enige connecties had met de katholieke kerk. En als je hebt geluisterd naar mijn beschouwingen over de katholieke kerk, dan ben je op de hoogte van het feit dat de katholieke kerk een uiting is van Babylon. En als je je Bijbel een beetje kent, dan weet je dat Babylon niets dan slechts inhoudt. Babylon is... Ja, Babylon staat voor een... een wat hij zouden noemen een dictatuur of een politiestaat. En je, je doet precies wat de koning zegt, je betaalt je belastingen en als je... Je uitspreekt tegen het een of het ander, dan gaat je kop eraf. Het is het soort samenleving wat wij niet wensen. En de katholieke kerk die, die duwt dat ons door de strot. En dan kan je zeggen, ja, het is niet alleen de kerk. Want er zitten nog meer mensen achter en die zijn helemaal niet katholiek. En daar heb je gelijk in. Er zit van alles weer erbij. Maar de kern leidt toch wel terug tot de katholieke kerk. Naar nou, mijn mening, en daar mag jij anders over denken natuurlijk. En hier in Arnhem, ik woon op 300 meter afstand van een brug. Die heet De Nieuwe Brug ook wel. Want je hebt die oude brug in Arnhem hè? van Een Brug Te Ver. Waar die, uh, die, ja, dat, die, die vechtpartijen hebben plaatsgevonden. Waar die leuke film van gemaakt is. A Bridge Too Far. Met Sean Connery. En al die andere hele beroemde mensen. Maar je hebt die andere brug, die heet een nieuwe brug. In de volksmond. En de officiële naam daarvan is de Nelson-Mandela-brug. Ja, je hebt het hier over iemand die een hele vreemde achtergrond heeft. Het was een terrorist. Was iemand die hanteerde geweld. En hij is daarvoor veroordeeld en belandt op Robbeneiland. En de vraag is of dat wel zo'n hardvochtig verblijf was, als ze ons hebben doen geloven. Ik heb ook een foto gezien. Van een, euh, nou, een vrij aardig mooi huis. Wat het eigendom was van de ridders van Malta ofzo. De ridders van de orde van Malta. En dat hij daarop gesloten zat, ja. En dan kan je nog steeds zeggen, ja, hij zat op Robbe-eiland en hij kon nergens naartoe. Uh, ja, maar ja, als je elke dag lekker te eten hebt en uh, je mag lekker uitslapen, en je hebt de godganste tijd bezoek. Want ze zullen wel, dat neem ik dan aan, dat ze met hem toen aan het voorbereiden waren. Van jij ja, gaat zo dadelijk premier of minister-president of wat even, de leider worden van Zuid-Afrika, daar zorgen we wel voor. En we gaan je eventjes helemaal met jou doornemen, wat wij van jou verwachten in jouw toekomstige rol. En ga er maar vanuit dat alles gaat lukken. Dat hebben ze gedaan met Nelson Mandela. Naar mijn mening. Dat verklaart alles. En toen Nelson Mandela vrijgelaten werd van Robben Eiland... en hij dan die minister-president werd. toen heeft hij een lied staan zingen... met zijn uh, mede bloedverwanten. Allemaal negroïde mensen. En dat lied, dat luidde... Kill de Boers. Nou, en ik hoef jou niet te vertellen... dat dat betekent uh, vermoord de blanken. Dus je hebt een man... die heeft terroristische aanslagen gepleegd... Die is veroordeeld. Die is in de gevangenis tussen aanhalingstekens gezet. Want wat voor gevangenis was dat dan? Waar zat die dan? En die komt dan uit de gevangenis. En die gaat dan aan plein publiek met een camera erbij een lied zingen met als refrein Vermoord de Blanke. Nou. En mijn uitzending van destijds, van april 2018, oh, ik hoop dat ik dat nu dan beter, uh, beter heb verwoord. Het is toch wat. Ja. En het, dit staat niet op zichzelf hè. Maar Nelson Mandela is dan uh, aan de andere kant van de gaszode gaan verblijven. Ik moet even een aantekening maken, want die buurvrouw boven mij of onder mij, maar die laat de hond de godganse tijd in de steek en dit beest raakt dan totaal in paniek. Dus dan moet ik even opschrijven hoe laat het is. Dat ik een dossier heb. Dat is toch zielig voor zo'n pupje. Ik vind dat dat niet kunnen hoor. Ik vind, niet, ik vind dat niet kunnen, ja, dat zeg ik goed. Ik ben heel sceptisch op het houden van huisdieren zonder meer. En als je dan een huisdier hebt, dan ben je er ook verantwoordelijk voor uh, 24 uur per dag. Ook al vind je zelf dat dat niet hoeft. Je bent er 24 uur per dag verantwoordelijk voor. En je laat niet dat beest in zijn eentje achter in jouw woning. En laat het dan kermen. Dat moet je met een hond niet doen. Met een poes kan je dat doen. Maar niet met een hond. Ik had hier iemand op bezoek vorige week. Hij heeft de week daarvoor. Ik kwam even mijn kachel repareren. En die had dat ook gehoord. Die zei: Wat is dat? Wat is dat? Ja, dat is de hond van de buurvrouw. Jeetjes zit hij. Daar ben jij niet de enige van die daar last van heeft. Daar hebben meerdere mensen last van. Want toen was hij wel heel erg bezig. Nu valt het wel mee. Maar ik heb het gehoord. Hij is weer eens alleen gelaten. Maar terug naar Nelson Mandela. Kijk, liedjes zingen met vermoord de blanken, dat is niet echt constructief. En die agenda, dus dat met name negro de mensen ertoe aangezet worden om blanken maar... Uh, ja, die moeten dood, die moeten dood. Dat mist zijn uitwerking niet hoor. Want vorige week, dat nou, is de afgelopen week... Het is nu zaterdag, maar de afgelopen werkweek. heb ik twee filmpjes gezien op internet. En in het ene filmpje is er een negroïde lerares. en die tuigt een blanke leerling af. En zij was een volwassen vrouw en die leerling was. ja, veertien of zo. En die zat in zijn stoel. En, en zij. achter zijn tafeltje, dus hij kon zich helemaal niet verweren. En zij mepten hem gewoon vol tegen zijn hoofd aan en vloerde die jongen. Ja, je kan het je voorstellen, je zit in een stoel achter een bureautje en de lerares die begint op je in te beuken tegen je hoofd. En dan zie je sterretjes hoor. Dus hij ging tegen de grond en toen ging ze op zijn borst staan stampen. Dat is een negroïde leraar. Ja, laat hem even op je insinken. En daarna zag ik een filmpje en dat betrof een echtpaar. En die waren bij de Taco Bell, dat is een fastfood restaurant met de tacos, dus Mexicaanse bonen eten. En die man die had wat gezegd tegen een negro-wiede vrouw. Want die negro-wiede vrouw die stond een scène te trappen... omdat ze haar eten wat ze besteld had niet snel genoeg kreeg. En hij had tegen haar gezegd van... hey, kalm aan, hè. Of woorden van gelijke strekking. Want die vrouw die stond dus te schreeuwen. Nou, en toen... ...was dat die opmerking van hem was voorbij. Die negroïde vrouw die besloot om maar de taak op te gaan verlaten. En dan start het filmpje. Dus je ziet, ik heb niet gezien dat die man haar stond uit te schelden. Of nou, hij schelde, hij heeft gezegd van... ...hé hey joh, dat stond dus onder het ding. Hij heeft haar terecht gewezen. Want ze gedraag je een beetje, je bent hier te gast... Die taco bell is niet van jou. En dan nogal was je de eigenaar. Zo ga je niet staan brullen in je eigen gelegenheid. Dus doe dat niet. En die vrouw die wil dus naar de uitgang lopen. En die loopt dus langs dat stel. Wat er staat te wachten op hun taco's. Of enchiladas. En zij haalt een mes uit haar jaszak. En zij snijdt hem over zijn wang. Snijdt even zijn gezicht open. En dan zet ze het op een, rellen, een rennen, op een holle, Dan holt ze weg. Maar ze is gefilmd. En je hoort de partner van die man. eerst een beetje zo op een zachte toon: zo, oh, wat is er gebeurd, wat is er gebeurd? En dan begint die vrouw te krijzen. Ik denk dat die vrouw begon te krijzen toen die snee begon te bloeden. Dat is even een negroïde vrouw in een Taco Bell. Eerst heeft ze een grote mond tegen het bedienend personeel... tot het allemaal niet snel genoeg gaat. Dan is er een blank iemand en die zegt er wat van. En dan haalt ze uit met een mes en dan snijdt ze zijn gezicht open. En dan holt ze weg. Het zijn er zomaar twee, hè? En zo zie ik via Prison Planet... Elke week wel een paar voorbeelden. Er was ook in Alabama, Alabama of zo. Daar was een blank jongetje van vier jaar van een balustrade afgegooid in een winkelcentrum door een negroïde man. Dat jongetje heeft het overleefd. En er stond in de krant niets meer als: uh, gestoorde man werpt jongetje van balustrade. Ja, het was een negroïde man uit Somalië. Wat doen die mensen in Noord-Amerika eigenlijk? Is Somalië tegenwoordig niet goed genoeg meer voor hun soort om te wonen? Ze komen naar Amerika toe en dan gaan ze blanke jongetjes van balustrades afgooien in winkelcentra. En die man die heeft bij arrestatie dan nog zoiets gezegd. als van ja, het gaat om blank tuig en dat verdient niet beter. En er zijn er meer, hoor. Het komt bijna wekelijks, nogmaals, bijna wekelijks. Dat ik dit hoor. Oh, het uh, was Dat is hier in Arnhem gebeurd. Dan dat ging het weliswaar niet om negroïde mensen, maar wel om mensen met een kleurtje: een kleurling, waar de negroïde mens ook onder valt. Dat zijn allemaal kleurlingen en wij zijn blank. Dat is ons taalgebruik. En binnen de kleurlingen heb je verschillende ja, soorten. Waaronder negroïden. Je mag tegenwoordig geen neger meer zeggen. Maar vroeger zeiden wij negers. Maar negroïden, dat is nog steeds een normale term. En hier ging het dan om mensen met een kleurtje. Dat waren, die waren niet negroïden. Nou, ja, en die man die stond te wachten voor de lift. En uh, twee jonge mannen die komen naast hem staan. Die ene die vraagt wat aan hem. En hij draait zich om om antwoord te geven. En die andere die die haalt uit en die slaat hem tegen de grond. En nou, dan pakken ze zijn portemonnee en portefeuille of wat hij maar bij zich had, uh, telefoon, alles en dan hollen ze weg. Ze stonden wel op de camera. Oh, eentje in Rotterdam was een, een, een conducteur, een vrouw. En die had een, iemand met een buitenlands uiterlijk, een kleurling, gevraagd om zijn kaartje. En hij had een kaartje, maar dat was helemaal niet geldig. Dat was een fopkaartje. Dus dan heeft ze tegen hem gezegd van nou, we gaan hier niet moeilijk over doen. Maar zo dadelijk komen we aan in Breda. Want dat was de trein vanuit Antwerpen. Of zo. En in Breda ga jij maar een nieuw kaartje halen. Dat is nog genadig van die conductrice. Conducteur, moet je zeggen. Nog genadig van haar. Ze had het ook kunnen zeggen in de boeien. Want je zit in een trein zonder kaartje. We bellen gelijk de politie. Dat ze ook kunnen doen. Maar ze zei tot aan Breda... mag je blijven zitten en dan ga jij een kaartje kopen. Goed begrepen? Nou, dan liep zij die trein ook uit... omdat het haar dienst was, zat erop of zo... En dan kan je op de, het filmmateriaal kan je zien hoe hij haar van achteren aanvalt. En hij mept haar tegen de grond. Het is toch alleen maar blank tuig. Het is niet leuk natuurlijk dat dit uh, door mij verteld wordt. Het is niet leuk om erbij stil te staan. En het is ook niet leuk dat het gebeurt. Maar wij worden weggezet als het uh, allerslechtste wat hier op deze wereld in de ronde loopt. En daar klopt iets helemaal niet aan. De slavernij, dat is iets onder mensen van alle soorten en maten. En heden ten dagen is slavernij echt nog, maar niet meer in West-Europa. Tenzij je zou zeggen dat uh, het economisch systeem wat wij hier in Nederland hebben een vorm is van slavernij. Hm? Dan heb je ergens wel een punt. Ja. Wij werken hier in Nederland uh, voor een heel hoog percentage. Uh, gaat de opbrengst van onze arbeid, van onze toegevoegde waarde, die verdwijnt in een of ander zwart gat. Of beter gezegd, dingen als uh, inflatie, dat is diefstal. Het diefstal van ons spaargeld, om maar wat te noemen. En laatst hebben ze de btw weer omhoog gedaan. En daarvoor hadden ze het hoge btw omhoog gedaan. Dat is allemaal diefstal. Dus wij worden beroofd en we kunnen er niks aan doen. Nou, en als je wel een hoop verantwoordelijkheid hebt... in die zin dat je moet werken en je moet dit en je moet zus... en je moet een formuliertje hebben en je moet je ID-bewijs bij je hebben... en nou, je moet overal omdenken. En zeggenschap? Nul. Nou, als je dus wel verantwoordelijkheid hebt, maar je hebt geen zeggenschap, dan ben je een slaaf. Maar laten we die vorm van slavernij buiten beschouwing laten en ons beperken tot echte slavernij. Nou, dat is in Saoedi-Arabië, is dat. Vrouwen van de Filipijnen worden daar naartoe gehaald. Om schoon te maken. En die moeten rustig 60 uur in de week moeten ze buffelen. En het paspoort van die mensen wordt ingenomen. En ze kunnen dus niet weg. Ze zitten opgesloten. En dat is Saoedi-Arabië. En zo zijn er nog meer plekken op deze wereld waar slavernij heerst. En het blanke ras. Dat heeft slavernij opgeheven. Of de blanke soort mensen moet je eigenlijk zeggen, het is niet echt een ras. Zoals je bij honden heb je een ras, maar dat heb je bij mensen niet echt. Maar de blanke soort mensen die hebben de slavernij officieel afgeschaft in de 19e eeuw in Amerika. Daar is het begonnen. In de tijd van Abraham Lincoln. Dus het, het is niet waar dat wij de slavendrijvers van deze wereld zijn. En het is ook niet waar dat wij de slavendrijvers van deze wereld zijn geweest. Het is allebei niet waar. Dat zijn leugens. En. In het geval van Nelson Mandela, dan is het sentiment dat wij naar Zuid-Afrika zijn getrokken en daar zijn we de negroïde bevolking gaan onderdrukken. Dat is helemaal niet waar. Namens de paus en noem het maar, die jongens, van, die jongens en meisjes van de wereldorde, ja, die waren bezig met die botenvaarderij en die hadden daadwerkelijk uh, kwade bedoelingen, zonder meer. Maar de, mensen, de blanke mensen in Zuid-Afrika zijn er naartoe gegaan om landbouw en veeteelt te bedrijven. En zo uh, voedsel te kunnen leveren voor die boten die naar Indonesië gingen en India en Japan. De Kaap de Goede Hoop was de. de ja, die boten die moesten proviant hebben om verder te kunnen varen. Vers water en al die dingen. En dat, dat was business. En zo zijn wij daar begonnen met landbouw en veeteelt. En het land wat wij daar aantroffen, ja, dat was van niemand. Het was in ieder geval niet van de, van de bosnegers, want die woonden in het bos. Het waren jager-verzamelaars. jagerverzamelaars. Meer niet. En toen begonnen wij daar met die landbouw en die veeteelt. En toen kwamen die mensen uit het bos, uit nieuwsgierigheid ook. Kwamen ze kijken van wat doen jullie hier? En bla bla bla. En zo is dat contact begonnen. En toen zijn wij begonnen met die mensen een baantje aan te bieden. Ja, en wij waren de werkgever en zij waren de werknemer. En wij waren een stuk slimmer en een stuk voortvarender en een stuk doortastender dan die Bosnegers. Ja, en dat leverde op. En momenteel is Zuid-Afrika volgestroomd met mensen vanuit het noorden. Negroïde mensen vanuit het noorden, die er helemaal niks te zoeken hebben, maar die zijn er naartoe gekomen. Ja, waarom? Ja, vanwege het succes wat de blanken, de blanke soort daar gebracht heeft. En wat hebben die negroïde mensen uit het, uit het noordelijke gebieden meegenomen? Ja, criminaliteit. Johannesburg geldt als een van de meest criminele steden ter wereld. Ik ken een, een jongen hier uit Arnhem. En die was even op vakantie geweest of zo. Even naar Zuid-Afrika heen en weer. En toen ik hem sprak, was hij er net geweest, en toen zei hij van: Nou, het is, uh, het is benauwend daar. Nou, hij liep dan over straat met een paar vrienden om boodschappen te gaan doen of even wat te gaan drinken, of zo. En toen kwam er een groepje negroïde jongens, jonge lui, die kwamen van de andere kant aanlopen. En eentje die sprak hem aan op een hele dreigende manier, en een dreigende lichaamshouding, en, hè, en een boze blik. En, en die riep zoiets van: uh, "Ik heb dorst en geef mij water." Nou, hij zei, hij vond dat eng. Ik kan het me goed voorstellen. Wij hebben het moeilijk, wij de blanke soort. En wij worden bedreigd in ons voortbestaan. En mensen doen er heel makkelijk over: van ja, dan hadden jullie maar geen slaven moeten maken van ons, maar dat is dus niet waar. Ja, dat verhaal van die slavernij in Amerika toen het nog niet verboden was. De, de ene negroïde stam die trok ten oorlog tegen een andere. En dan degene die won, die nam alle mannen en vrouwen die nog een beetje ja, jong waren, die nog een beetje krachtig waren, kortom die nog wat mars in hun mars hadden, hè? die werden meegenomen als oorlogsbuit. Oude vandaag of zo, die werden denk ik gelijk afgeslacht. Of ze lieten ze maar achter. Want ja, die zijn dan langzamerhand verhongerd, denk ik dan. Maar alles wat toch kon werken, dat werd meegenomen. Dat was oorlogsbuit. En dat werd verkocht, met name aan de Arabieren. En de Arabieren die zorgden voor het transport naar de kust. En aan de kust hebben wij dan van de Arabieren die oorlogsbuit gekocht. En dat hebben wij dan, de Hollanders, uh, met name, uh, hebben die mensen afgeleverd in Amerika. Om daar te gaan werken op de plantages. Maar dat was dus een keten, een productieketen, als je het zo wil noemen, van slaven. En dat begon met een oorlog die gevoerd werd tussen negroïde mensen. En die oorlog, daar kan je van denken, ja, ze moesten wel oorlog voeren omdat het andere dorp zo slecht was. Ja, of ze gingen oorlog voeren omdat ze goed konden verdienen aan de verkoop van die mensen van het andere dorp. Zoals dat hier in Nederland, of in Nederland, in Europa ook gebeurde. Door Slavië, Joegoslavië, de, de Slavische volk, nou, dat, dat werd tot slavernij gedwongen. Regelmatig werden die gebieden binnengevallen door hele criminele, kwaadaardige bendes. En werden de mannen en de vrouwen afgevoerd om zich dood te werken voor een of andere sultan. Het is helemaal niet eerlijk dat wij overal de schuld van krijgen. En we krijgen ook de schuld van dingen als milieuverontreiniging bijvoorbeeld. Terwijl als je het hebt over milieuverontreiniging. Ik heb laatst een staatje gezien. En hebben ze gekeken alleen naar, weliswaar alleen, plastic afval. En dan per hoofd van de bevolking. En dan het afval wat niet gerecycled werd. Maar nou, wat is dus in het milieu belanden? Nou, nummer, kop, nummer één als koploper. Dat was uh, de mens uit China. En nummer 20, dat was de laatste in die lijst. Het ging om de top 20. Dat was de mens in Amerika. En daartussen, tussen de nummer 1 en de nummer 20, alleen maar landen waarin kleurlingen wonen. Ik kan me ook bijzonder irriteren aan mensen die hier in Nederland op Facebook, allemaal Facebook-vrienden hebben. Dat dus zijn allemaal Nederlanders. En dat ze dan. Uh, plaatjes tonen van uh, plastic wat drijft in de oceanen en dat het allemaal zo erg is en daar moet wat aan gebeuren. En wie grijpt er nou eens in? Terwijl ik denk, ja, het zijn die kleurlingen die al die rotzooi produceren. En begin een Facebookpagina in het Indonesisch of in het Koreaans of in het Vietnamees of in het Chinees, maar niet in het Nederlands. Want hier in Nederland, uh, iedereen doet allemaal heel erg braaf en netjes. En... Ja? Ik ben niet eens zo'n milieuvriek, maar ik denk er ook om. Als ik naar de markt ga, dan haast ik mij om, als ik het fout zie gaan, even te zeggen: van, Ik hoef geen plastic. En tegelijkertijd hou ik mijn rugzak omhoog en dus zeg: Ja, ik heb een tas bij me ik hoef geen plastic tasje. dat is ook eigen belang, want ik heb geen zin in al die rotzooi in huis. En dan moet ik allemaal weer, ik kan wel zo'n een plastic tasje meenemen, maar dan heb je weer zo'n een plastic tasje. en dan moet je dat weer in een vuilnisbak doen en dan moet dat vervolgens allemaal weer, uh, daar heb ik allemaal geen zin in. En wij zijn hartstikke netjes. En wij rijden allemaal met auto's met katalysator. En we rijden allemaal heel energiezuinig. En uh, nou, iemand als ik, ik heb ook nog een smart meter. Of een slimme meter heet dat. En nou, ik mijn energieverbruik in de gaten. En... Wij, zijn, uh, wij behoren tot. Er is, er is onderzoek geweest naar uh, empathisch vermogen, dat kan je meten namelijk middels enquêtes. Dus dan vraag je aan een onderzoeksgroep om een beschrijving van een bepaalde situatie, en dan moet iemand zo zeggen wat hij dan in zo'n situatie zou doen. Hè? Want wat vind jij dan een normale reactie? Nou, en uit dat onderzoek is gebleken dat de meest empathische mens: dat is de blanke vrouw. En de nummer twee, dat is de Aziatische vrouw. En nummer drie, dat is de blanke man. Nou, wat wil je nou nog meer? Het past helemaal niet om ons zwart te maken. En dan heb je nou zo'n Zwarte-Pieten toestanddiscussie hier in Nederland? En dan denk ik, ja, haal toch op. En dan gaat de overheid zich ermee bemoeien en dan vind ik dat ze dat ook niet moet doen. Het is toch ons feest. Als je dat niet bevalt, dan ga dan terug naar waar je vandaan komt. Toen Sinterklaas en zwarte Piet, volgens mij wordt het ook gevierd in uh, Suriname. Dan moet je daar ook niet naartoe. Het is een kinderfeestje, meer niet. En dan moet je jou niet politiek maken. Dan moet je jou niet in, 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 in betrekken. Dat slaat nergens op. En als er mensen zijn die het lef hebben om een Sinterklaas intocht uh, te gaan verstoren, nou, dan vind ik eigenlijk dat, dat, dat de mensen zelf maar moeten ingrijpen. Ik weet niet eens dat de politie dat moet doen. Dat moeten we zelf doen. We moeten die mensen duidelijk maken, want dit is ons feest en als je dat niet bevalt, dan ga je maar ergens anders wonen. Ik heb jarenlang Sinterklaas gevierd toen mijn kind klein was. En ja, dan worden kinderen worden groter en ja, toen niet meer. Maar ik weet nog dat toen was ik net na de scheiding. Als mijn kind was tien, zat ik nog op de lagere school. En toen heeft ze bij mij, als ze dan bij mij sliep, schoentjes zetten. En dan zorgde ik er ook voor dat ik snoep in huis had. En als ze dan s'morgens wakker werd, gelijk naar de kachel. Ik heb helemaal geen schoorsteen, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Nou, ja, er zat een snoepgoed in. Mij maakte dat niet uit. En nou, niet meer natuurlijk. Het is een kinderfeest. Meer niet. En daar een probleem van lopen maken, dan denk ik, ja... Daar heb je de negerobie, de mens weer. Daar heb je de kleurling weer. Ja, de mensen lopen alleen maar te zeuren... Ja, wat doen ze dan in Nederland? Gaat toch zeuren in Indonesië? Ik ken ook iemand, een, die komt uit Indonesië. En die zat tegen mij zo'n heel verhaal van... Ja, en hier in Nederland... En, uh, je, dan heb je gewoon het water wat uit de kraan komt en wat je kan drinken. Dat is hetzelfde water als waarmee je het toilet wordt doorgespoeld. En dat vind ik nou typisch zo'n verspilling van het blanke soort. Ja, blanke ras bedoelde je natuurlijk te zeggen. Dat denkt zo iemand dan, hè, dat het een ras is... Dat is gewoon racist. Maar hij was dan onze. Uh, we heb je de blanke weer, hoor? Die zitten het toilet door te spoelen met drinkwater. Het is een grof schandaal. En wie zegt er wat van? Maar die sukkel van een Homo ignorantius. Dat betekent de onwetende mens. Hè? Homo erectus, dat is de rechtopstaande mens. En de Homo sapiens, dat is de verstandige mens. De Homo economicus, dat is de zuinige mens. Nou, dit is een Homo ignorantius. De onwetende zakhooi. Hij had moeten weten dat wij in Nederland, wij hebben een experiment gedaan om een grijs watercircuit te introduceren in de steden. En dat is op niks uitgelopen. En We hebben het geprobeerd. Kijk, wij zijn zo inventief dat we dat nog gaan proberen ook. Maar nou, het is op niks uitgelopen. De kosten. Ja, grijs water houdt in dat je. water wat. zeg maar uit een. Ja, water wat niet schoon is. Waar bacteriën in kunnen zitten. Dat je dat ook naar de woningen leidt. En dat je in een, elke woning twee kranen krijgt. Dus ook. hè. Dat je een leiding is dan voor het toilet door te spoelen. En die kan je dan ook gebruiken om de wasmachine mee te laten wassen. Maar dat grijze water moet nog steeds een bepaalde kwaliteit hebben. Dus het moet nog steeds gezuiverd worden. Dat is punt 1. Je hebt twee waterzuiveringsinstallaties nodig. En wie gaat dat betalen? En los daarvan, je hebt dan twee waterstromen in elke woning. En hoe ga je erop toezien dat er niet per ongeluk thee wordt gezet van vuil water, van grijs water? Want daar kun je ziektes van krijgen en vergiftigingen en zo. Nou, ze hebben echt alles afgewogen. En toen besloten: Nou, we doen het niet. En hebben wij in Nederland een watertekort? Nee, helemaal niet. Dus het is in Nederland helemaal niet erg dat je het toilet doorspoelt met water. Wat een dermate hoge kwaliteit heeft dat je het kan drinken. Wij douchen ook in drinkwater. Ja. Nou, dat hebben wij hier mooi even lekker voor elkaar. En in Indonesië, waar die kerel vandaan komt, daar niet. Nou, is dat mijn probleem? Je moet maar eens gaan kijken. Ga maar eens kijken als je het hebt over milieu. hè. Ga maar eens naar een, een, een stad als uh, uh, Dok Jakarta of zo. Ga daar eens kijken. Ga daar eens de luchtkwaliteit meten. Ik denk dat je stijl achterover slaat. Uh, ga er maar vanuit dat in die steden in Indonesië, waar ze allemaal met zo'n plofmotortje in de rond te lopen te karren, dat daar een stikstofdioxideconcentratie in de atmosfeer zit die hier totaal niet wordt getolereerd. En hetzelfde geldt voor een stad als Casablanca. Hoeveel het fijnstof in Casablanca de, de schik jij je helemaal het lablazers. Dat weet ik. Je houdt mij niet voor de gek. Nee, maar die mensen hebben wel een grote bek tegen ons. En dan Nelson Mandela, hè, daar ging het allemaal om. En dood aan de blanken. En wat zijn die mensen mee bezig? Om het soort mensen wat... In ultieme vorm heel erg milieubewust is, enorm empathisch is, gezorgd heeft voor zo'n beetje 98% van alle uitvindingen ten goede en ten kwade, maar dus zeker ook ten goede, die de mensheid heeft. Die verantwoordelijk is voor muziek zoals uh, Bach en Beethoven en Haydn en uh, Satie en Liest. Dat is wat anders dan die, uh, ja, die met name op ritmiek georiënteerde muziek die al een paar honderd jaar stilstaat. En dan heb je het over Afrikaanse muziek. Dat is hartstikke oude Wedse muziek. Die mensen hebben die muziek helemaal niet ontwikkeld, maar wij wel. Door Bach dat was een enorme ontwikkeling wat die man heeft veroorzaakt met zijn combinatie van wiskunde en compositieleer. En dan uh, Erik Satie uh, die Fransman met zijn minimalistische composities. En dan heb je ook nog de, wat we in de 20e eeuw hebben meegemaakt: van de jaren met name, de jaren 60 tot en met de jaren 80 en 90. Dat was allemaal West-Europa. Dat was de blanke soort die die revolutie heeft veroorzaakt. Die revolutie in de muziek. Ja, toen een blanke artiest, die heette Paul Simon. Die heeft een album gemaakt. Als ik het wel heb, heette dat album Graceland. En in die. Uh, nou, dat was dat album of een ander album. Daar wil ik vanaf zijn. Dat is Paul Simon van Simon Garfunkel. Die heeft in Zuid-Afrika Zuid-Afrikaanse muzikanten gevraagd om mee te doen op zijn album. En een aantal muzikanten die hebben er ja op gezegd. En dat is een heel interessant album geworden. Dan wordt meneer Paul Simon weggezet als een slavendrijver. Als een racist. Hoe wow, zijn we die arme negroïde mensen van Zuid-Afrika uitgebuit door Paul Simon? Nee, helemaal niet. Hoe kom je daarbij? Nee, hey, dat wordt weer even lekker voor het gemak gezegd. Maar dat is niet fijn. Dat is niet aardig. En zo liggen de voorbeelden op straat. Snap je? Nou, en in die nieuwsuitzendingen. Uh, 392, die dus nou niet meer bestaat. <laughs> en. Uh... Ja, daar ging ik er even over uh, te keren. En volgens uh, die man die me net belde, zei hij van... Ja, nou, dat moet je niet doen. Dat, uh. Daar kan je een, een, ja, een emotie mee veroorzaken... en daar hebben we helemaal niks aan. Dus nou, dat nemen we dan maar aan. En ik hoop dat ik het nu goed heb toegelicht... Wat het probleem is. met die haat. die opgewekt wordt. onder kleurlingen. tegen de blanke soort. Want je moet wel zoveel melanine in je huid hebben. want anders deug je niet. Anders ben je een slavendrijver. en een milieuvervuiler. Terwijl slavernij. voor zover dat nog voorkomt in de ouderwetse vorm. dat komt nog voor, maar dat komt alleen nog maar voor onder de kleurlingen. En ernstige milieuvervuiling dat komt alleen nog maar voor onder de, in de regio's van de kleurlingen. En niet in de blanke regio's. Die slavernij ook niet. Tenzij je dus zegt: wat het hedendaagse loonsysteem hier in Nederland is een vorm van slavernij. Maar dan nog zijn het dan blanke mensen die de blanke mensen tot slaaf hebben gemaakt. Terwijl in Saudi-Arabië zijn het de Arabieren die die Filipijnse vrouwen tot slaaf hebben gemaakt. Ja. Dat, ik dacht dat dat de vorm van slavernij was waar mensen zo moeilijk over doen. En terecht natuurlijk. Maar niemand doet moeilijk over het feit dat in Saudi-Arabië die slavernij gewoon doorgaat. Niemand. Nou, dat moest er even uit. En ik ga lekker van mijn uh, slavencentjes uh, nog even naar de Albert de Gijn. <laughs> even wat uh, inkoopjes doen. Voor het weekend. Nee, voor de hele komende week. Ik leef nog heel zuinig nog steeds. Dat bevalt me uitstekend. Dan gaan we weer lekker heel goedkoop boodschappen doen. En mij opmaken voor een mooie volgende beschouwing. En als ik weer wat weggooi, dan zal ik denk ik weer vertellen wat ik heb weggegooid en waarom. En ik vind het wel goed dat mijn YouTube-kanaal, dat daar geen dingen op staan waar iemand aanstoot aan kan nemen. Dat, daar zit ik niet op te wachten. En ik moet er wel nog één ding zeggen dat. Um, want dat vind ik dan wel een beetje jammer. <laughs> dat ik in die uitzending die weggegooid is, hè? daar is dat liedje van Free Nelson Mandela. En daar praat ik dan doorheen als een DJ. Dus precies als de tekst begint, ietsje daarvoor stop ik met praten. En ik weet hele volzinnen erin te krijgen. Dat deed ik toch mooi voor de eerste keer in mijn leven. En dat is toch wel erg goed gelukt. Ondanks het feit dat ik uit de kroeg kwam. En een drankje op had. Of twee. Of drie. Ja, maar goed, is, uh, dat is dan verdwenen in het grote zwarte gat dat de vergetelheid heet. De trashcan van YouTube. <laughs> en tegen jullie zeg ik op zijn hamburg, tschüss! En tot de volgende zelfcensuur. Dag lieverds.